Oké, welkom in het tweede deel van het heilige boek van de Groot Onzichtbare Geest. We hebben vorige keer het allermoeilijkste stuk gehad en dat is over alle eonen en dat soort dingen. Dat hebben we nu een klein beetje duidelijk, hoop ik. Ik heb het zo duidelijk mogelijk geprobeerd af te beelden. Dus we zijn nu gebleven bij pagina 499 en daar gaan we gewoon gelijk maar verder. Ik ga niet te veel inleiden. Toen vermengde de grote logo's de onsterfelijke autogenes van de onvergankelijke mens Adamas zich met elkaar. Het woord van de mens kwam tot aanzijn. Hoe dan ook, de mens kwam tot aanzijn door een woord. Hij bracht lof aan de grote onzichtbare onbevattelijke maagdelijke geest en de maagdelijke engel en het drievoudig maagdelijk kind en de mannelijke maagd, Tiwal en Espitach en het schitterende kind van het kind van de kroon en zijn heerlijkheid in de grote Oxodomeon-eeuw en die tronen die daarin aanwezig zijn en de krachten en de hemelringen en de heerlijkheid en de onvergankelijkheid van het hele plenoma en dat ik hiervoor genoemd heb en heb de ethische aard en ontvanger van God waar de heilige mens en het grote licht ontvangen. De mens van de vader en de stille stilte, de vader van het hele plenoma, zoals ik hiervoor noemde. Dit soort dingen ga je heel veel krijgen, wat die vreugde gaat doen en bla bla bla. Dus dat zijn de stukken die je niet de hele tijd over en over gaat lezen. Soms opnieuw en opnieuw. Dat snappen we nu wel. We kunnen het gewoon verzamelen met het woord plenoma. En in deze video hebben we vorige keer bij de intro gelezen dat die vier lichten zijn gekomen met die vier hulpjes. En daar gaan we dus nu een stukje over lezen in het originele boek. Dus we gaan even kijken of we dat kunnen gaan begrijpen. De grote logos. Logos betekent dus een woord. De goddelijke autogenes en de onvergankelijke mens Adamas bracht lof. Zij voegen ten behoeve van autogenes om de macht en om eeuwige kracht voor de voltooiing van de vier eonen, opdat het door hen mocht verschijnen. De heerlijkheid en de macht van de onzichtbare vader en de heilige mensen van het grote licht dat over de wereld zal komen, wat een beeld is in de nacht. De onvergankelijke mens Adamas voegen voor hen een zoon uit zichzelf, dat deze vader mocht worden van het onveranderlijke, onvergankelijke ras, zodat daardoor de stilte en de stem zouden verschijnen en daardoor de dode eeuwen zich mogen opheffen, dat ze daar oplossen. En zo kwam van boven de macht van het grote licht de manifestatie voort. Ze gaf geboorte aan vier grote lichten. Harmozel, Oro, Ial, Davite en Elenet. Als ook aan de grote onvergankelijke Zet, de zoon van de onvergankelijke mens Adamas. Zo werd de volmaakte hebdomade die in het verborgen mysterie bestaat voltooid. Als zij de heerlijkheid ontvangt, wordt zij tot 11 Odoaten. Nou, dat is niet zo makkelijk. 29, dat betekent de zevenheid. Vader knikte goedkeurend en stemde in met het ganse plenoma van de lichten. Een paar genoten kwamen voort ter voltooiing van de achtheid van de goddelijke autogenes. Genade voor het eerste licht, Harmozel. Waarneming voor het tweede licht, Aurelio. Inzicht voor de derde licht, Davete. Verstand voor het vierde licht van Elenet. Dit zijn de eerste ogades van de goddelijke autogenes. De vader knikte goedkeurend en stemde in met het ganse plenum waar de licht is. De helpers kwamen voort. De eerste was de grote Gamael van het eerste grote licht, Harmozel. En de grote Gabriel van het tweede licht, Uriahio. En de grote Samlo van het grote licht Davide. En de grote Abrasax van het grote licht Elelet. En
de paargenoten van hem kwamen voort door de wil van het welgevallen van de vader. Herinnering van de grote eerste Gamaliel. Liefde van de grote tweede Gabriel. Vrede van de derde grote Samlo. Een eeuwig leven aan de grote vierde Arasox. Zo werden de vijf oegaders voltooid. Een totaal van 40 als onverklaarbare kracht. Toen brachten we het grote woord, Autogenes, het woord van het pleroma van de vierlichten, lof aan de grote onzichtbare geest. Nu gaan we het hele stuk weer krijgen wat ik dus vertelde. Dit is dus het zaad van de vader en de grote Set. Toen schudde alles en een beving nam bezit van de onvergankelijke. Daarna manifesteerden de drie mannelijke kinderen van boven zich en daalden neer in het ongeborenen en de zelfverwekten die verwekt werden in wat verwekt is. De grootheid kwam voort, de ganse grootheid van de grote Christus. Hij vestigt de tronen in de heerlijkheid, zo myriaden zonder tal, machten en heerlijkheden en onvergankelijke. Zo op deze wijze kwamen zij voort. Een onvergankelijke geestelijke gemeenschap groeide in de vier lichten en de grote levende Autogenes, de God van de waarheid, prijzende, zingende, verheerlijkte en in stemming in beeld met een gemond die nimmer rust tot de vader en de moeder en de zoon en het ganse planema. Aan de vijf zegels die de marmieden bezitten, aan hen die over de eeuwen regeren en die hen de heerlijkheden van de leiders dragen, werden opdracht gegeven om dit alles te openbaren aan hen die het waardig zijn. Amen. Toen bracht de grote Zet, de zoon van de onvergankelijke mens, Adam, lof aan de grote onzichtbare. Nou, dan krijgen we dat hele lofgebeuren. Zie je, dus het komt heel vaak voor. Toen vloeide van die plaats de grote macht van het grote licht, Plesitia, voort, de moeder van de engelen, de moeder van de lichten, de moeder, de heerlijke moeder en de maagd met vier borsten, zij die de vrucht van Gomorra en de bron voortbracht, wel Sodom, die de vrucht is van de bron van Gomorra die in haar is, en zij kwam voort door de grote Set. Toen verheugde de grote Set zich over het geschenk dat aan hem geschonken was van de onvergankelijke en het kind. En zij nam haar zaad van haar weg, die met de vier borsten, de maagd. En hij plaatste dit bij zich in de vier eonen in het derde grote licht, Javite. Na 5000 jaar sprak het grote licht Elelet: laat iemand regeren over de chaos en over de onderwereld. Daar verscheen een wolk, wiens naam de Hellenische Sophia is. Daar staat nummer 33 bij, dat gaan we natuurlijk ook even opzoeken. Stoffelijke. Dan is er een stukje, zei ik, over de delen van de chaos. Terwijl haar gelaat was, niets in haar gedaante, mist iets bloed. En de grote engel Gamaliel sprak over de grote Gabriel, de helper van het grote licht, Uroliel. Hij zei: laat een engel voortkomen, opdat die mag regeren over de chaos en onderwereld. Toen kwam de wolk die daar mee instemde voort met twee monaden, die ieder licht in zich hadden, de troon die zij in de wolk boven zich geplaatst had. Toen zag Sakla, de grote engel, de grote demonen, die met hem is, Nibruel, zij werden samen een verwekkende geest op aarde. Zij verwekten helpende engelen. Sakla zei tegen de grote demon Nibruel: laat de 12 eonen tot aanzijn komen in de eon. Je mist een heleboel stukjes. De grote engel Sakla zei: door de wil van de Autogenes, er zal zijn dat de iets mist. Zeven in de aantal, dan mist er weer iets. En zei tot de grote engel: laat in ieder van jullie regeren over zijn wereld.
De eerste engel was Atoth, hij die de grote generatie van de mensen Tsukimist noemen. De tweede is Harmas, het oog van het vuur is. De derde is Kalila, de vierde is Jobel, de vijfde is Adomanios, die ook wel Sabaoth genoemd werd. De zesde is Kain, die de grote generatie der mensen zon noemde. De zevende is Abel, de achtste is Ahiresia, de negende is Jubel, de tiende is Harmupiael, de elfde is Achir Adomin, de twaalfde is Belias. En zij regeren over de onderwereld en de chaos. Ik ga dit even een beetje toelichten. Wat ik dus bij dit bedenk, is dat deze 12 engelen de 12 sterrenbeelden zijn die wij hier zo zien. En dat een daarvan, Kain, is de zon. Dus Elilet had het idee om de onderwereld te regeren. Dus dit stukje, we hebben natuurlijk net ook gelezen dat Sophia dat ook al was. Dus dit loopt een beetje synchroon met het de oorsprong van de wereldverhaal, alleen vanaf de andere kant. Dat maakt het zo leuk. En hier zie je heel veel overeenkomsten van die namen, Sabaoth en Jobel en Hugo en Abo en Kalin en al die namen staan natuurlijk ook in de oorsprong van de wereld. Sommige zijn net wat anders. En na de grondvesting van de wereld zei Slakras tegen zijn engelen: ik ben een jaloerse god en buiten mij is niets tot aanzijn gekomen, want hij vertrouwde op zijn aard. Toen kwam de stem van de hoogte en zei: de mens bestaat en de zoon van de mens. Die het afdalen van het beeld van boven, dat lijkt de stem van boven met het uiterlijk van het beeld, werd al het eerste schepsel gevormd dat het uiterlijk van het beeld van boven, naar het uiterlijk van het beeld van boven. Nou, dit is een hele korte samenvatting van wat er in het geheime boek van Johannes gebeurt met de schepping. Het is elke keer een beetje hetzelfde principe van: er gaat iemand vanuit de hemel naar beneden, naar de Argonen toe, en die zien dat en die denken: hé, dat kan ik ook, en dan gaan we het namaken. En uiteindelijk, hetgeen wat ze namaken is niet helemaal compleet. En er komt weer eentje van boven. Alles is georganiseerd vanuit het idee van de Vader. Dat gaan we ook lezen in het boek van de Grote Macht. Dus dit is natuurlijk een beetje vanaf de goddelijke kant. En hieruit kwam inkeer voort. Zij het beeld ontving haar voltooiing en haar kracht door de wil van de Vader. Zijn instemmende goedkeuring die hij gaf aan de grote onvergankelijke onveranderlijke ras van de grote machtige mens van de grote zet, opdat hij zou mogen zaaien in de eeuwen en voortbracht die voorgebracht waren door haar en beeld uit tekort opgevuld zou worden. Want zij was van boven terecht voortgekomen naar beneden, naar de wereld beneden, die het beeld van is van de nacht. Toen zij gekomen was, bad zij voor het zaad van de Argon en deze eeuw en de overheden van die voortkomen waren uit hem bedoezeld door de demonen, verwekkende god die vernietigd zou worden, en het zaad van Adam en Seth die is als de grote zon, als de zon. Toen kwam de grote engel Hormos ten einde door de maagden van het vergankelijke zaad van deze eeuw en de door de logos verwekt heilig mengvat door de heilige geest het zaad van de grote zet te bereiden. En toen kwam de grote zet, dit is een soort van reinigers weer, en hij bracht zijn zaad en werd uitgezaaid in de eeuwen die voortgebracht waren, en een aantal was oneindig, was het oneindige getal van Sodom. Sommigen zeggen dat Sodom de beide plaats is van de grote zet. Dat is Gomorra. Maar anderen zeggen dat de grote zet zijn aanplant uit Gomorra haalde en het plantte in de tweede plek die hij de naam Sodom gaf. Dit is het ras dat door Edo Kla
voortkwam, want zij baarde door het woord waarheid en gerechtigheid de oorsprong van het zaad van het eeuwige leven. Dat is met hen die zullen volharden door de kennis van hun emanatie. Uitstraling, uitstroming, hier ook afstand. Dit is het grote onvergankelijke ras dat in de drie werelden is verschenen. En de vloed zal komen als een uitdrukking van de voleinding van de eeuwen. Ze zal de wereld ingezonden worden omwille van dit ras. En een grote brand zal over de aarde woeden. De genade zal zijn met hen die behoren tot dit ras. Door de profeten en de bewakers die het leven van het ras bewaken. Omwille van dit ras. En er zullen hongersnoten en plagen voortkomen. Maar deze dingen zullen plaatsvinden omwille van het grote onvergankelijke ras. Omwille van dit ras zullen verzoekingen komen en dwalingen en valse profeten. Toen zag de grote Zet het werk van de duivel in zijn vele vermommingen en zijn bewerking die over het onvergankelijke, onveranderlijke ras zullen komen in de vervolging van zijn krachten en engel en in zijn dwaling waarin hij tegen zichzelf zal handelen. Toen bracht de grote Zet lof aan de onvergankelijke, dat hele lof gebeuren. Toen kwam er uit de grote eeuw 400 etherische engelen aan boord, vergezeld van de grote Erosiel en de grote Michael, om het grote onvergankelijke ras, zijn vruchten en de grote mens, de grote Zet, te bewaken hier vanaf de tijd en het moment van de waarheid en de gerechtigheid tot aan het einde van de eeuwen hun diens heersers en zij die door de grote rechters tot de dood zijn veroordeeld. Toen werd de grote Zet gezonden door de vier gelichten, door de wil van de autogenes en het ganse plenum, door graven van welwillendheid van de grote onzichtbare geest, de 5 zegels, het ganse plenum en de 3 verschijningen die ik hiervoor noemde, de vloed en het vuur en het oordeel. Oké. De 3 verschijningen: vloed, oordeel, vuur, kronen, de machten en de overheden te doorleven om het ras dat de verkeerde pad op ging te redden. Toen de verzoening met de wereld door de doop van en door de logo's verwekte lichaam, dat de grote Zet in het geheim door de maagd voor zichzelf bereidde, dat de heiligen, het gaat dus over Jezus, want Jezus is de Zet, dat de heiligen door de Heilige Geest verwekt mogen worden en door middel van onzichtbare geheime symbolen, door de verzoening van de wereld met de wereld, door het verzaken van de wereld en de God in de 13e eeuw door de aanroep van de heiligen en onuitsprekelijke in de onvergankelijke schoot van het grote lid van de Vader, die preexisterende van de voorzienigheid, door haar stelde hij de heilige doop die de hemel op de bovengraad in. En hij deed dit door de heilige en de onvergankelijke, door de logo's geschapen en leven, Jezus de levende, waarmee de grote Zet zichzelf bekleedt. Door hem nagelde hij de machten van de 13e eeuw vast. Hij bevestigde hen en volbracht en weggenomen zijn. Hij wapende hen met de wapenuitrusting van kennis en zijn waarheid en met een onoverwinnelijke kracht en onvergankelijkheid. Toen openbaarde zich hem de grote helpers. Jesuus, Masaraus, Jekezedix, het levende water, de grote leiders, de grote Jacobus, de Theopetos, Isabel, en zij die over de bron van de waarheid gaan, Michaeus, Nigar, Nienzinogus, en zij die over de doop des levens gaan, en de zuiveraars van een zij die over de waterpoort gaat, Michaeus, Michar, alweer.
gaan. En Elianos, ontvanger van het grote ras. Het onvergankelijke, gemachtige mens van de grote Zet, de helper van de vier lichten, de grote Gabriel, blablabla. Zij die gaan over de zon en zijn opgang. Osses, Niep, Peus, Hermes, nou, allemaal moeilijke woorden, namen. En zij die gaan over het ingaan van de rust, van het eeuwige leven, beheersers van Mixanter, Miganor. En zij die de zielen van de uitverkoren bewaken, Akramas en de Sip, nog wat, de grote macht, Heli Heli, Maga Maga Set, de grote onzichtbare, onaanroepelijke, onnoemelijke, maagdelijke geest. En de stilte van het eerste grote licht, Armozel, de plaats van de levende Autogenes, de god van de waarheid en hij die in hem is, de onvergankelijke mens Adamas, de tweede licht Aureliel, de plaats van de grote Zet, in Jezus die het leven bezit en die kwam en kruistige wat in de wet is. Sorry, het derde licht, de plaats van de zonen van de grote Zet. Het vierde licht, de plaats waar de zielen en de zonnen rusten. Het vijfde licht, Joël, die gaat over de namen van hem aan wie het toegestaan zou worden te dopen met de heilige doop die de hemel te boven gaat, de onvergankelijke doop. Vanaf nu zullen zij die de aanroep waardig zijn door de onvergankelijke mens Poi Mael, door de loop van de verwerping van de vijf zegels daarvan hun ontvangers kennen, als zij daarvoor onderricht worden en zij zullen door hem gekend zijn. Zij zullen zeker de dood niet smaken. O Jezus, Eo Jezus, de waarachtige waarheid, O Jezus, Marazerus, Jezus, het Leo levend water, O kind van het kind, de naam van de heerlijkheden, in waarachtige waarheid, o hemels zijn, in de waarachtige waarheid, o zij, dat de eeuwen doorschouwt, in de waarachtige waarheid, dat in de eeuwigheid is, in de waarachtige waarheid, in het hart is, o eeuwige, want gij zijt wat gij zijt, gij zijt wie gij zijt. Door de grote naam van uw rust op mij, die zelfverwekte volmaakte, die niet buiten mij is, ik zie u, die voor iedereen onzichtbaar is, want wie zal u in een andere taal kunnen begrijpen. Nu ik u heb gekend, heb ik mezelf verenigd met dat onvergankelijke. Ik heb mezelf uitgerust met de wapenen van de tegen en ik ben het licht geworden. Want de moeder was omwille van de schitterende schoonheid van de genade op deze plek. Waarom heb ik mijn handen uitgestrekt terwijl zij gevouwen waren? Ik werd gevormd in de kring van de rijkdommen van het licht in dat in mijn boezem is. Dat vormgeeft aan de velen die in het licht verwerkt zijn, in wie geen jammerklachten doordringt. Waarlijk, ik zal uw heerlijkheid verkondigen. Ik heb u geprezen, Jezus, zie, eeuwige Omega, eeuwige Epsilon. O Jezus, o Eeuwen, o Eeuwen, o stille God, o God van stilte, ik vereer u geheel en al. U bent mijn plaats des rustes, o zoon, o vormige, die verblijft in de vormeloze. Omdat hij is en de mens verheft, heeft u mij door hem gezuiverd tot uw leven. Overeenkomstig uw onvergankelijke naam. Daarom is de wierook van het leven in hem vermengd met het doopwater van alle argonen. Dat ik met u mag leven in vrede van alle heiligen, u die werkelijk waarachter bestaat in de eeuwigheid. Dit boek dat de grote Zet schreef, legde in de hoge bergen waarover de zon niet is opgegaan, maar waar het ook niet mogelijk is. En sedert de dagen van de
profeten en de apostelen en de predikers is de naam nog niet in hun hart verrezen, want ook niet mogelijk is. En hun oor heeft het niet gehoord. De grote zet schreef dit boek met letters in 330 jaar. En legden het in de berg die Saraceo genoemd wordt. Omdat aan het eind van de tijden en de tijdperken door de wil van de goddelijke autogenes en transpleroma door de gaven van de onnaspeurlijkbare en ondenkbare vaderlijke liefde tevoorschijn zou komen en dit onvergankelijke heilige ras van de grote verlossen zou geopenbaren en zij die in liefde met hem wonen met de onzichtbare eeuwige geest en de zelfverwerkte zoon en de eeuwige licht zijn grote onvergankelijke paargenoten en de onvergankelijke Sophia en de Barbelon en het ganse plenum maar eeuwig in de eeuwigheid aan. Het evangelie van de Egyptenaren door God geschreven geheimen boek genade, begrip, inzicht en wijsheid. Zij die hem, geschreven, Arthurius, de geliefde in de geest, in het vlees, is zijn naam Congressos, die mij medelicht in de onvergankelijkheid. Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser, Ichtus. Door God geschreven is het heilige boek van de grote onzichtbare geest. Amen, het heilige boek van de grote onzichtbare geest. Amen. Zo, we zijn er doorheen. Dit boek was wel echt een van de meest pittige boeken volgens mij, in zover ik nu tot nu toe alles heb gelezen. Helemaal alles begrepen is ook wel heel moeilijk. Ten eerste, het is een vertaling. Dus we hebben niet alle originele namen, we hebben niet de originele taal en we hebben niet de originele kennis. Dat is het eerste waar we al de mist mee gaan, om zo maar te zeggen. En ten tweede ontbreken de delen, dus we hebben niet een complete tekst. En ten derde hebben we ook niet set cellen die nu hier voor ons staat om het even uit te leggen. Dus ik probeer... Ja, ik ga zo weer eten. Ik probeer het voor jullie te doen, mee te helpen. Om ervoor te zorgen dat we het wel gaan begrijpen. En tot nu toe is het voor mij nog niet helemaal duidelijk. Wat ik wel wil meegeven is het feit dat, omdat we incomplete teksten hebben, kunnen we het ook nooit helemaal gaan begrijpen. Dus ik hoop ook dat jullie dat ook begrijpen. Het hoeft ook niet helemaal begrepen te worden. Toch wel? Okay. Ja. En ik ga jullie bedanken. Ik ga hierna misschien nog wel een video maken over een beetje het overzicht wat we tot nu toe weten weer. Net zoals dat ik bij het Johannes heb gedaan. Dus ik weet niet of mensen dat fijn vinden om dat te doen. Ik zou zeggen, laat het even achter in de comments. Dan kunnen we dat gaan behandelen of een overzicht geven. Omdat we allemaal al weten en wat we nog en hoe ver we nu zijn in het begrijpen. Dus dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot in de volgende video. En dan gaan we denk ik lezen uit driedelige gedachten. Het lijkt me een interessant boek. Ik zou het nog niet gelezen. Dus dat wordt denk ik het volgende. Dankjewel voor het kijken. Tot in de volgende video. Peace.